De begrotingen voor het dienstjaar 2017 en het ontwikkelingsplan 2017-2021 zijn gisteren goedgekeurd door het parlement. Ook de moties die zijn ingediend door de verschillende fracties zijn in stemming gebracht. Het ontwikkelingsplan is aangenomen met 31 stemmen voor en 13 tegen, terwijl de meeste begrotingen met 30 stemmen voor zijn aangenomen. Opvallend is dat de ABOP wel voor heeft gestemd voor de begrotingen van natuurlijke hulpbronnen, onderwijs en volksgezondheid. Dinota Forswijk geeft aan waarom haar partij voor de begroting van volksgezondheid is. De ABOP-fractie zal voorstemmen, omdat wij toch vinden dat volksgezondheid buiten politieke, partijpolitieke realiteit moet worden gehouden. Maar we stemmen voor, strikt onder één voorwaarde, mevrouw de voorzitter, dat de minister ons de garantie geeft dat MZ voor resterende medische zending voor resterende dienstjaar niet meer hoeft te bedelen voor hun subsidie, maar dat dit op tijd gestort zal worden. Vice-president Ashwin Adin is blij met de aanname van de begroting en het ontwikkelingsplan. Vooral het samenstellen van het plan is volgens Adin niet zonder slag of stoot te gaan. Wij feliciteren de gemeenschap met de aanname en ook het parlement met de begroting van 2017. In het bijzonder natuurlijk financiën met wie we elke dag hebben gevochten. Als raad, als team. Maar ik moet u zeggen, als team zijn we eruit gekomen. En als team zullen we ook uitvoering geven hieraan. En we zijn werkende nu naar 2018. Maar ook het ontwikkelingsplan, voorzitter. Ik wil een bijzondere dank uitspreken naar... uit laten gaan naar het planbureau. Wij weten dat met die versterking, de capaciteitsversterking die we daar bewerkstelligd hebben en de leiding ook van het planbureau, dat wij hebben gezien een ander niveau. We hebben gezien een historisch geproduceerd ontwikkelingsplan. Vice-president Ashwin Adin gisteren na de aanname van het ontwikkelingsplan en de begroting over het dienstjaar 2017.